Een hele goede dag en welkom bij Privé TV. Camille Eurlings is weer in opspraak geraakt en goed ook. Een ex-vriendin zegt dat ze door de oud-minister en KLM-baas mishandeld is en heeft aangifte gedaan. Bij mij in de studio voor de ins en outs, onze eigen Evert Santegoets. Evert, welkom. We weten inmiddels wie het is, hè? Het was aanvankelijk nogal een mysterieuze zaak, omdat er niet echt sprake is nog van een aangifte, nog dat duidelijk was om wie het ging. Nou, gisteravond laat werd me duidelijk dat het ging om Tessa Rolink, een vriendin met wie Camille Eurlings vorig jaar zomer een korte relatie heeft gehad. In de tuin van haar ouders zou het tot een explosie zijn gekomen. Daar zou iets zijn voorgevallen. Wat precies, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. De advocaat van Camille die hult zich in stilzwijgen. Camille zelf is onbereikbaar voor commentaar. Zou ook in de Verenigde Staten verkeren op dit moment. En wat er precies gebeurd is, ook Tessa die kan het ons niet of wil het ons op dit moment niet vertellen, omdat de zaak nog in ontwikkeling is. Maar het verhaal is dat zij zwaar gewond is en lang heeft moeten herstellen. Het ligt er niet op met aantijging. Hoe dat dan zo lang geheim heeft kunnen blijven, dat is nog wel een van de raadsels die er zijn. Het zou vorig jaar zomer al zijn plaatsgevonden. Niet in oktober zoals Quote melden, maar al veel eerder in de zomer. Daar zijn wat mensen bij geweest. Dus de ins en outs zullen nog wel duidelijk worden. Maar op dit moment is nog de grote vraag, doet ze inderdaad aangifte? Of blijft het bij de dreigementen? Of komt het alsnog tot een schikking waar de twee al over in onderhandeling zouden zijn geweest? Het is haast niet te geloven. Hè? Ik bedoel, we hebben het over een katholieke meneer, kroonprins van het CDA geweest. En nou, dit verhaal? Erger nog, de kroonprins van Willem-Alexander zelf bij het IOC heeft de koning opgevolgd toen die in functie trad. En hij een van de meest begeerde plekken in de internationale sportwereld mocht gaan bezetten. Waar je van onkreukbaar gedrag moet zijn. Nou, er is nog helemaal niets bewezen. Laten we dat voorop stellen. Het moet nog helemaal worden uitgezocht. Sterker, ik heb begrepen dat er zelfs nog aangifte moet worden gedaan. Maar ieder smetje op je blazoen is buitengewoon vervelend. Waarom zij kiezen voor de strategie van het zwijgen, dat weet ik ook niet. Want als er niks gebeurd is, ja, zeg dat dan. Maar zover is de partij nog niet kennelijk. Het is niet de eerste keer, hè, dat hij in opspraak is. We weten dat hij van vrouwelijk schoonhoudt. Daar is ook niks mis mee. Ja, er gaan allerlei geruchten over Camille Eurlings, maar laten we het erbij houden dat hij van vrouwelijk schoon houdt. Dat is ook wat we de afgelopen jaren wel gezien hebben. Verschillende modellen heeft hij versleten. Met deze mevrouw dook hij op in een café in Valkenburg. Daar is deze foto van. En het is een man met een glansrijke carrière, een gepolijst imago. En hoe onkreukbaar dat zal blijken te zijn, dat moet de komende weken duidelijk worden. Nou, jij houdt het voor ons in de gaten. Zeker, ja. En als er nieuws is, kom je het weer vertellen. Uiteraard. Dankjewel, Evert. Dit was het voor nu, Privé TV. Meer van Evert over Eurlings in het Weekblad, in de krant en ook op privé.nl. Bedankt voor het kijken. Tot snel.